Ja, Demi, één rondje winnen op een Grand Slam toernooi was nog nooit voorgekomen. Maar nu doe je twee keer. Wat voor mooi verhaal ben je terechtgekomen? Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik ging hier naartoe om natuurlijk de eerste overwinning te boeken. En ja, nu zijn het er al twee. En ook nog eens met gewoon goed spel. En ik ben benieuwd wanneer het stopt. Ik hoop nog niet. Nog maar 12 games afgestaan tot nu toe. Sta je er zelf van te kijken? Ja, toch wel een beetje. Ik bedoel, eerste ronde hadden we best wel zware loting en dan speelden we eigenlijk bijna perfect. Vandaag was misschien iets minder, waardoor Elise mij zeg maar, de tweede set erdoor getrokken heeft. Ik was de eerste set eigenlijk degene die de dubbel trok. Ja, zo zie je wel dat het gewoon een goed team is en het klikt. Dus ja, zeker bij die vrouwen dubbels, je weet nooit wat er gebeurt. En op gras ook nog eens. Ik ben heel benieuwd wat het voor je betekent. Je hebt al eerder WTA-titels gewonnen, maar ja, je staat hier op Wimbledon. In de derde ronde. Tja, ik denk dat het besef pas er komt als ik thuis ben. En ik hoop dat dat nog over een dikke week pas is. Maar ik kan het zelf eigenlijk met momenten nog niet geloven. Dan lig ik in bed en ben ik nog altijd hier. Dus is gewoon nieuw en ik hoop dat ik daar een gewoonte van kan maken. We staan hier op een heel mooi plekje natuurlijk. Je kunt uitkijken over de banen, overal staan fans, lopen fans. Wat is dit voor park voor je? Ja, ik speel sowieso het liefst op gras. Dus dat is al extra mooi om natuurlijk hier te zijn. En ik denk dat Wimbledon toch wel het aparte Grand Slam is. Met de aardbei en de slagroom, zullen we maar zeggen. Maar ja, voor mij blijft hij wel heel erg speciaal. Is het dan ook een beetje, als we het toch over slagroom hebben, slagroom op een taart die jij al jaren aan het bakken bent? Ja, misschien wel. Ja. Ik heb het nog niet gegeten. Maar ik hoop nog verder te bouwen en dat het hier niet bij blijft.